Ik ben Ferry, stadsgids, stadsgenieter, stadsontdekker. Steeds op zoek naar waar het gebeurt, wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Op zoek naar mensen en verhalen die Rotterdam maken. Kom je mee? Want hier gebeurt het. Wat gebeurt hier? We zijn in Helipoort, oftewel Kabouterdorp, Klein Volendam, Kneuterdam. Die binnenplaats hier, die was achterhaald. Dat moest anders. De bewoners namen het voortouw. Ze ontwikkelden iets groens, sociaals, duurzaams. Samen. Met wormen. Kom maar mee. Diana, yes. Jij woont hier. Ja. En er was iets wat beter kon, volgens jou. Vertel. Vroeger was het hier gewoon alleen maar steen. Het leek een parkeerplaats. Het was ouderwets. Ik denk, ja, dat moeten we gaan aanpakken. Dat kan beter. Maar je wilde ook dat het samen gebeurde. Ja. We hebben sessies georganiseerd samen met een externe partij. Mensen wilden heel veel met bloemen. Ja. En er kwam ook uit ronde vormen, dat ze die ook heel leuk vonden. En groen natuurlijk. En natuurlijk nog steeds aandacht voor de kinderen. Ja, toen zijn we uitgekomen op wat je hier nu ziet. En het moest, nog belangrijk, moest ook klimaatbestendig zijn. Oké, en wat is hier klimaatbestendig? Meer groen betekent dat we meer water kunnen opvangen. Plus, groen betekent ook dat het minder heet wordt. Je ziet hier een put. Ja. Ja. Al het water wat valt op het wegdek, Dat gaat de trap af. Ja. Naar de put. Ja. En achter je door, daar komt hij dan uit in de Karnemelkshaven. Doordat extra stroom water daar naartoe gaat, hopen dat er iets meer stroming in het water komt. En dat de waterkwaliteit daar ook weer verbeterd wordt. De wormen. Ik ben afgeleid door de kruiden bovenop. Ja. Mogen mensen die zelf plukken? Ja. Hotel. Waarom heet het een wormenhotel? Nou, we hebben hier een aantal elementen. Het mag niet te koud, het mag niet te warm zijn, niet te nat, niet te droog, niet te veel stikstof, niet te veel koolstof. Okay. Dus een van die elementen niet goed, dan zeggen ze tabé en dan gaan ze er vandoor. Naar een ander hotel. Ja. Dan is dit de receptie. Receptie? Ja, het hotel. Oké, ja. Hier kun je inchecken als worm. Ja, er is ook de catering gelijk voor het hotel. En het is misschien zelfs helemaal vegan. Nee. Oh jeetje. Is dat... Nee, dit is niet helemaal vegan, maar wel gezond zo te zien. Ja. Iedereen kan hier zijn groente, fruit, afval in kwijt. Ja. De compost gaat dan weer over de planten heen, zodat die weer extra voeding hebben om nog groter te gaan. Oké, hartstikke cool. Wauw. Kijk joh, ik heb hier gewoon echt in één hand mega veel heliwormen. Ja, het was hier natuurlijk lange tijd Helipoort. Hier werd na het bombardement een helikopterbasis geopend. Vanaf hier vertrokken lijnvluchten met helikopters naar Antwerpen en Brussel. En vanaf de jaren 70 werd het in een intieme menselijke maat herbouwd. Als andere buurten dit willen, wat is je tip? Ja, klein beginnen. Hoe ben je hier begonnen dan? Ik ben met een klein bewonersinitiatief begonnen daar in het hoekje. Ja? Tegels eruit, groen erin. En daarmee bewoners enthousiast gemaakt. En daarmee werd het steeds groter en hebben we uiteindelijk de schets gemaakt voor het hele binnenterrein. En naar de gemeente toe gegaan, kijk eens gemeente, dit is wat wij willen. Dus dat is bijna gemeenteparticipatie. Het werd een gemeenschappelijk project. Ja, en een succes. En het is leuker geworden. Ja, het is leuker, het is gezellig wonen hier, het is groen. Wat wil ik nog meer? Ik wil hier eigenlijk ook wel wonen. Mijn huis brokkelt helemaal uit elkaar van scheuren en lekkage.